We hebben hier een activiteit voor de kinderen, het fietsversieren. Maar we zien ook wel dat de opa's en oma's dat die ook volop bezig zijn met fietsversieren. Nou, wel hartstikke gezellig hier. Ja. Dat was ook de bedoeling. Hey Abel, doe je ook mee fietsversieren of niet? Ja. Heb je de fiets al versierd? Ja, kijk, heel mooi. Samen Abel, kunnen we samen heel goed de fiets versieren voor Koningsdag. En wie kan het beste? Abel. Vind je het leuk? Ja. Waarom heb je je fiets zo leuk versierd? Omdat we dadelijk door mee gaan fietsen. Doe je alleen je fiets versieren of helpt iemand jou? Mama helpt mij. En ga je vandaag nog iets leuks doen? Dat weet ik niet. En hier is Sabine bezig met het zetten van glittertattoos. Ook allemaal een kroontje van Koningsdag natuurlijk. Vind je het leuk om een glittertattoo te krijgen? Ja. En wat wil je hem gezet hebben direct? Hier op mijn arm. Brent, is er al even gehandeld? Ja. We hebben een knuffel gekocht, een knikkerpan, twee knuffels en we hebben... Hier, en we hebben een paar dingen verkocht met een grabbelkist. En wat wil je eigenlijk niet kwijt? Ja, geen flauw, eigenlijk ook echt geen flauw idee. En hebben jullie al iets kunnen verkopen? Ja, daarnet aan een kleiner kindje een hondje. Al één hondje verkocht? Ja. En die heks, wie zal die kopen, denk je? Een oude mevrouw, denk ik. Zelf, of een oude man. Zelf dan misschien ook een beetje een heks is? Ja. En wat heeft Konijn? Hij neemt ze mee. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Ravala. Wie is dat hondje? Bliksem. En wat heeft Bliksem? Een gebroken been. Hij is uit de auto gevallen. Is hij uit de auto gevallen? Had je hem niet in de gordel gedaan? Nee. Heb je al veel verkocht? Nee, eigenlijk niet echt. Nee, we hebben een boek verkocht en een ring.